IGC is in 1997 ontstaan en is op vandaag de grootste Europese producent van luxe vinyltegels en vinyl op rol. Onze ambitie is om wereldleider te worden in het segment van de PVC-vloerbekleding. Dit willen we bereiken door in te zetten op innovatieve, toekomstgerichte productontwikkeling met respect voor mens en planeet. Want wij vinden dat we ook als industrie onze verantwoordelijkheid te dragen hebben in deze. In 2017 hebben wij een ambitieus project opgestart, namelijk de ontwikkeling van een nieuw type vloer, de RLVT. En die we dan ook in een duurzame fabriek zouden gaan produceren. Daarvoor hebben wij ook strategische ecologiesteun gekregen van Vlaio. De RLVT is duurzaam omdat die een veel langere levensduur heeft. Dus de vloer kan veel langer gebruikt worden. En bovendien, eenmaal hij aan vervanging zou toe zijn, kan zij in zijn integriteit gerecycled worden. Dus hij kan opnieuw als grondstof dienen om een nieuw product van te maken. Daarnaast is het ook zo dat onze productietechnologieën uitgerust zijn met de meest energie-efficiënte technieken. Wel, tijdens de ontwikkeling van onze nieuwe productiesite hebben we nagedacht hoe we de carbon footprint op vlak van energie kunnen verkleinen. Daarvoor hebben we gekeken naar de natuurlijke resources die hier aanwezig zijn in de buurt. Zo hebben we bijvoorbeeld langs de plant de Schelde die hier loopt, waarbij dat we het scheldewater inzetten als koelmiddel voor onze productieprocessen. Dit is een innovatie die we kunnen realiseren hebben dankzij de strategische ecologiesteun van het Vlaio. Verder hebben we op onze site ook 3 windturbines, waarbij dat de opgewekte elektriciteit zoals 100% ingezet wordt en lokaal verbruikt wordt in de verschillende plants. De nieuwe productieplant heeft ook een grote recyclingplant. We zijn dus erkend PVC-verwerker. In concreto betekent dat dat onder andere alle PVC-afval geproduceerd in onze plants volledig herwerkt wordt tot een nieuwe grondstof die we kunnen inzetten in onze processen. Dit betekent dat er een closed loop systeem is waarbij er nog 0% PVC-afval wordt gegenereerd. Alles wordt gerecycleerd tot nieuwe grondstof in het proces. Tezamen met het volledige team ben ik enorm trots op deze verwezenlijking. Het was een gigantisch project. We hebben het tot een goed einde gebracht en het mag gezien worden.